Het spijt me zo. Dat was helemaal niet de bedoeling. Nee, sorry. Daarom huil ik helemaal niet. Ik heb mezelf net zo ontzettend voor lul gezet. Iedereen zit te lachen. Ja. Weet je, door al het harde werken en de restaurant heb ik gewoon nooit tijd vrijgemaakt voor vriendinnen. En ik ben er gewoon achter gekomen dat ik geen vriendinnen heb. Wat lul je nou? Wij zijn toch je vriendinnen? Jullie vinden altijd dat ik zeur en dat ik zanig en moeilijk doe. En dat je saai bent en veel te degelijk en betrouwbaar. Iedere vriendinnengroep heeft iemand zoals jij nodig. Je was zo'n grijze muis die alleen maar degelijk en verstandig en betrouwbaar. Weet je wel, niet te mooi, maar ook weer niet te sexy. Je bent echt de Skoda van je dinnengroepje. Maar ze hebben wel een feest voor je georganiseerd. En ik heb een taart voor je gebakken. Dat is je beste dinnetje. Ja, het is misschien niet het moment om die aan te snijden. Want wat jij bij elkaar hield, heb ik kapot gemaakt. Dat is wel waar, ja. Geintje, Hein.